Voorzitter, het is hier vandaag niet aan de orde op dit moment. Maar hier hebben we net bij de regeling met elkaar over gesproken. Waarom dan donderdag stemmen over de wet betaalbare huur, voorzitter? Ik val helemaal van mijn stoel nou. Vanwege die amendementen. Nee, dat is... Ik zal ook een voorbeeld noemen. Ik had twee weken geleden was er een wetsvoorstel over de rechtelijke organisatie. Daar had ik een motie ingediend. Was het verzoek van de collega's om dat om te zetten in een amendement. Toen moest er binnen een week over gestemd worden. En toen voelde ik me niet helemaal lekker, omdat er dan een paar dagen tussen zat. Heb ik contact opgenomen met de collega-woordvoerders. En dan heb ik ze gevraagd, wat willen jullie? Willen jullie het uitstellen? En toen hebben ze gezegd, nee joh, laten we het gewoon doorgaan. Dus wat dat betreft ook met elkaar hebben we toen beslist. Van, dan weet je, we gaan meteen stemmen. Ja, voorzitter, fantastisch. Maar hier gaat het over een wet die ingrijpt op grondrechten trouwens, eigendomsrecht. Waar een stuk of 20 amendementen liggen, waar we dan donderdag over gaan stemmen. Geen idee hoe dat de wet wijzigt. Nogmaals, grijpt in op grondrechten. En toch heeft de NSC hier, nou het zal het zijn, 2 uur geleden gezegd, nee hoor, niks aan de hand. Ja, we gaan niet de regeling van donderdag over de wet. Dus ik vind het fantastisch, al die mooie teksten vanuit de NSC, maar dan... Consequent, voorzitter. Ja, mevrouw Van Vollenhoven. Voorzitter, wij zullen het de Kamerleden niet aandoen om over wetteksten te stemmen die ze niet kunnen overzien. Dus ik zal het, en dat beloof ik u vanaf deze, zal ik u dat mee terugnemen. Nou, voorzitter, dat geeft de parlementariër moed. Ik denk dat ik donderdag terugkom met het verzoek. En dan heb ik steun van de NSC. Mooi, voorzitter. Voorzitter, ik kan mevrouw Keizer niet de hemel beloven, maar ik beloof u vanaf deze plek dat ik het mee terugneem om het te overleggen. Voorzitter, dat even om in vogelvlucht om te laten zien dat ik die...